Ik sta in Panama, midden in de jungle, bij de Indianen. En dat is zo ontzettend leuk. Je komt hier met een kano, dwars door de jungle. Je geniet alleen al van zo'n kanotocht, dat is fantastisch. En dan kom je hier en dat is dan eigenlijk het paradijs. En de Indianen zijn heel authentiek. Dat is zo mooi. Sommige landen hebben erg veel moeite met hun oorspronkelijke bewoners. Maar Panama niet. Ze mogen hun eigen wetten, hun eigen gewoonten vormen en vasthouden. Hun eigen cultuur. En het is een verrukking om hier te zijn. Are you already married? No, no married. No married? Are you in love? Huh? Are you in love? See? Maybe. We zijn wezen varen op het Panama-kanaal. Dat was werkelijk zo indrukwekkend om tussen die grote schepen door te varen en dan in zo'n sluis geschud te worden. En dan kom je uiteindelijk in Panama stad bijvoorbeeld aan. En het is veel moderner dan je wel denkt. Het is ongelooflijk. Ik heb luiaards gezien en apen, brulapen. En er zijn hier meer vogels dan waar ook ter wereld. Zoveel verschillende soorten. En weet je wat nou zo leuk is? Het is zo makkelijk eigenlijk om hier te komen, want je kan hier rechtstreeks heen vliegen met de KLM.